Ik ben Jovi Munter, ik ben 18 jaar oud. Ik ben links en rechts buiten voor de Vitesse Ajax. Toen begonnen met voetbal als eigenlijk voor de fun. Een klasgenoot van me in groep 7-8. Had een teamgenoot nodig voor de laatste paar wedstrijden van het seizoen in ESA E4 was dat. Ik dacht van ik doe even mee, zijn een paar wedstrijden, is leuk, weet je wel. Net support, een pleintje voetballen, gewoon voor de grap. Toen bij ESA E1 begon ik. In de eerste paar wedstrijden ging het lekker, moesten we daarna meteen tegen Vitesse. Die zat toen de tijd bij ons in de competitie. Toen scoorde ik meteen 4 keer en zodoende werd gescout door 3 clubs. Maar bij Vitesse kon ik meteen door, dus heb ik daarvoor gekozen. En ik zag het als een grap. Voor mij was het gewoon voetballen met vrienden, weet je wel. Maar toen kwam er wel meer bij kijken, gewoon na school meteen trainen. Dus mama heeft me wel echt gemotiveerd van als je echt hiervoor wil gaan, ga je ook echt en niet half werk. Want dan is het je tijd voor het doen en dan kan je beter leuke jeugd van maken. Toen ik jong was, keek ik vooral echt op naar Ronaldinho en Ronaldo. Dus denk ik vooral het speels in een spel, een beetje. Je ziet echt dat ze plezier hebben, weet je. Dus voor mij was dat echt gewoon zo mooi om te zien hoe Ronaldinho die deed gewoon met de bal wat hij wilde doen. En wie er ook op hem stond, hoe druk het was bij hem in de buurt, hij deed gewoon wat hij wilde. Ronaldo hetzelfde verhaal. Op dit moment train ik zo 4 tot 6 keer per week, alleen trainen. En dan komt er ook nog een wedstrijd bij kijken. Ik train 2 dagen bij A1 en 2 of 4 keer met Dion. Dion Vitesse, de belofte. En dan zaterdag speel ik meestal de wedstrijd gewoon bij de A. Als er een oefenwedstrijd is door de week met de beloftes, dan neem ik die ook mee, dan speel ik ook gewoon daar. Het belangrijkste om te trainen is voor iedereen eigenlijk anders, maar voor mij als persoon, ik ben een buitenspeler, ik train graag op mijn voorzet, op mijn schot, op mijn actie 1-op-1. Je moet eigenlijk de dingen die het meest doet in een wedstrijd proberen te perfectioneren. Weet je, ik ga niet proberen te verdedigen, te trainen of wat dan ook. Weet je, ik heb er niks aan. Ik probeer echt te trainen wat ik echt vind dat ik nodig heb. Mijn zwakkere been, schieten, zulke dingen trainen vooral. Wat betekent voetbal voor mij? Voor mij betekent voetbal wel echt heel veel, man. Ik denk dat ik er wel eigenlijk alles aan te danken heb. Ik had het niet echt met school, maar Vitesse heeft me ook gemotiveerd om een diploma te halen. Ze zeggen van het is ook belangrijk voor jou dat jij ook je diploma hebt. Dus eigenlijk kan ik Vitesse ook bedanken dat ik gewoon mijn best heb gedaan op school. Ik denk rondom mijn privé situatie hebben ze me veel geholpen. Ik heb heel veel meegemaakt in mijn jeugd, al ben ik nog jong. Heb ik echt heel veel meegemaakt, maar ze hebben mijn thuissituatie geholpen. Ze hebben allemaal privé dingen voor me ingehuurd, alleen voor mij als persoon. Omdat ze gewoon wilden dat het goed met mij ging, weet je. Dus ik denk echt dat ik echt alles aan Vitesse te danken heb en ook aan voetbal.